Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Conversie Unit werkt aan verbetering grondconversie. Nieuwe Cubaanse ambassadeur maakt opwachting bij president Santokhi. En regering en sociale partners zetten tripartiet overleg voort. De conversie unit kent veel uitdagingen bij het omzetten van erfpacht en grondhuur in eigendom. Voorzitter Meester Christian Kalor somt in gesprek met de communicatiedienst Suriname enkele van de geïdentificeerde problemen op. Hij toont zich ingenomen met de inspanningen van de regering om het proces toegankelijker te maken voor de burgers. Meester Kalor verwacht ook dat het aantal aanvragen voor conversie zal toenemen. De president heeft 31 oktober 2023 een staatsbesluit gemaakt, nummer 149, waarbij de grondconversie een nieuw leven is ingeblazen. Grondconversie dateert uit 2003. En dat toen is er een wet gemaakt die grondconversie mogelijk maakte. In 2009 is er een staatsbesluit geweest, waarbij besloten was om tot 2500 vierkante meter mensen die grondhuurrechten of erfpachtrechten hadden voor bebouwing en bewoning, tot 2500 vierkante meter, dat zij die zouden kunnen omzetten naar eigendom. 31 oktober 2023 is er een nieuw staatsbesluit geslagen, waarbij de oppervlakte hetzelfde is gebleven, dus 2500 vierkante meter. Maar het doel is ietsje verruimd. Dus niet alleen bebouwing en bewoning, maar ook tuinbouw. Als er weer een staatsbesluit zou komen, dan zou ik voorstellen om voortaan niet meer naar doelomschrijvingen te kijken, maar alleen naar oppervlakte. Omdat het ministerie van GBB heeft al die jaren allerlei benamingen gebruikt waaronder ze gronduur uitgaven. Ik kom steeds nieuwe namen tegen, nieuwe doelstellingen. Dus ik stel voor een volgend staatsbesluit alleen de oppervlakte te nemen. Wij werken dus bij het staatsbesluit van 31 oktober 2023 is er een conversieunit in het leven geroepen. Wat hebben we gedaan? E-government, dat is de IT-afdeling van het gouvernement, heeft een database voor ons ontworpen. Want ik had al voorzien dat we niet al die mensen zouden kunnen helpen lijfelijk. Dus er is een database, dat kan iedereen vinden via Facebook of via grondconversie@gov.sr. Dan kan je via de database uploaden. Dus je aanvraag doe je gewoon digitaal. Maar voor de mensen die niet zo snel zijn met de computer en met een smartphone, meestal oudere mensen, die kunnen lijfelijk komen naar het secretariaat van de conversieunit. Dat is aan het Kerkplein nummer 8. En dan helpen wij ze om het aanvraagformulier up te laden met alle bescheiden. En wat blijkt nu? Sinds 14 november zijn we bezig. En ik had al een vermoeden dat er veel problemen waren hoor, met het recht van grondhuur. Maar die problemen hebben zich dus nu gemanifesteerd bij de mensen die komen om te converteren. Tot op heden zijn lijfelijk langs geweest 584 personen. Niet allemaal hebben we een stukje kunnen indienen, want er braken een heleboel dingen. Bijvoorbeeld, het grootste probleem bij de mensen is dat ze weliswaar een landmeterskaart hebben, maar die kaart is niet voorzien van een perceel-ID. En om een perceel-ID te geven, moet je naar een landmeter gaan. Die maakt dan een speciale kaart.
En dan gaat hij naar de glaslandmeter om een perceel-ID te verkrijgen. En ik heb me laten vertellen dat dat 2 maanden duurt. Dus dat is een groot probleem. Ik verwacht dus in februari een toename van de aanvragen, omdat dan de eerste verzoeken van perceel-ID vanaf 14 november dan gehonoreerd gaan worden. Dus er zullen veel meer mensen komen, denk ik, vanaf februari. Dat is goed, want inmiddels is het secretariaat een beetje ingewerkt en ze kunnen mensen snel helpen. Welke problemen hebben we ontdekt? Behalve perceel-ID, een groot probleem. Mensen komen en ze weten niet eens dat hun grondhuurrecht vervallen is. Ja, dus ze komen, ik wil converteren naar eigendom en we kijken naar de stukken en zeggen, maar meneer of mevrouw, uw grondhuurrecht is vervallen. U kunt niet meedoen met de grondconversie, want u moet een geldig recht van grondhuur hebben. En als je nu je grondhuurrecht zou willen verlengen, dan ben je weer jaren bezig. Dus deze mensen vallen als het ware uit de boot. Dus wij van de conversieunit stellen voor dat er gekeken wordt door de regering. Misschien moet er een nieuw staatsbesluit gemaakt worden waarbij... Kijk, wanneer je grondhuurrecht is vervallen, dan heb je niks meer. Dan is de staat weer volledig eigenaar geworden. En wat kan de staat dan doen? De staat kan dan de volledige eigendom aan je verkopen. Bij de conversie verkoopt de staat alleen de blote eigendom aan jou. Want jij hebt al het grondhuurrecht. Wanneer je beide dingen hebt, dan ben je volledig eigenaar. Maar wanneer jouw grondhuurrecht is vervallen, dan kan de staat de volledige eigendom aan je verkopen. En voor dezelfde prijs, hè, want het ligt niet aan jou dat het zo lang duurt voor je grondhuurrecht wordt verlengd. Maar we hebben een andere categorie. In de landhervormingsdecreten staat bijvoorbeeld dat wanneer je een erfpachtrecht hebt en dat recht gaat vervallen en je vraagt verlenging van dat recht, dan kan je geen erfpacht meer krijgen, maar je gaat grondhuur moeten aanvragen. En ik ken gevallen van 10 jaar, die liggen daar en die mensen, hun erfpachtrecht is vervallen. Ze hebben 10 jaar geleden het perceel en grondhuur aangevraagd en tot vandaag hebben ze geen antwoord gekregen. Dus dat is een speciale categorie waarvoor ik pleit dat de volle eigendom aan deze mensen wordt verkocht. Dus vervallen erfpachtrechten die nog niet zijn omgezet in grondhuur, buiten de schuld van de mensen om, dat die mensen in staat worden gesteld aan de conversie mee te doen. En dat kan dus door de volle eigendom aan die mensen te verkopen. Het is heel makkelijk hoor. Dan heb je een categorie. Mensen worden bijna huilend bij ons, bij het secretariaat. Wat bleek? Vanaf 1982 zijn er een heleboel verkavelingen geweest van grote grondhuurpercelen. Dus echt verkavelingsprojecten. Die mensen kopen een kavel, ze bouwen, ze hebben een transport waarin staat, ik heb het recht van grondhuur, het is van mij alles. Maar ze weten niet dat het een kavel is, dat wanneer het grote grondhuurrecht vervalt, hun kavel ook vervallen is. Dus we hebben een aantal mensen gehad waarbij we zeggen, mevrouw, die kavel is niet meer van u, het is weer van de staat. Dus die mensen hebben gebouwd erop. Die mensen hebben een huis, die mensen wonen al jaren daar. En nu blijkt dat het niet meer van hun is. Ze moeten het weer in grondhuur gaan aanvragen. En de meeste mensen die een kavel kopen in een verkavelingsproject, weten niet dat dit hun te wachten staat. Ze worden niet op de hoogte gebracht door de verkavelaar. En het alles, wel in deze categorie, heb je dan weer een subcategorie. Dus je hebt verkavelingsprojecten van grondhuurpercelen die vervallen zijn inmiddels, waarvan de kavels reeds op naam stonden van mensen. Maar je hebt in die projecten ook personen die afbetaalden. Dus, ze hebben al gebouwd, hè, maar de
De kavel staat nog niet op hun naam. En als ze nu een hypothecair uittreksel nemen, staat het, het is van de staat Suriname. En, maar ze betalen nog steeds iedere maand aan de verkavelaar. Dus dat is een heel erg groot probleem. Dus daarover moet er, deze categorie moet inderdaad geholpen worden. Want als we de volle eigendom kunnen verkopen aan die mensen, dan zijn ze geholpen, want dan hoeft er geen verlenging meer te gaan aanvragen van dingen. En dan heb je een andere categorie, dat speelt meestal bij ouders. Mensen komen op het secretariaat, ze hebben 1,5 hectare tuinbouw, meestal de mensen in de Leidingen. En die zeggen van, ik wil mijn zoon 2500 vierkante meter geven en dan kan ik conversie aanvragen. De rest mag je dan niet converteren, tenzij het ook voor kinderen is. Hè? Daar is het staatsbesluit wel duidelijk over. Maar ik moet die mensen teleurstellen. Dat kan niet. Ze moeten eerst een landmeter nemen en die moet dan een splitsing maken. En dan moeten ze naar OW bij afdeling bij de planologische dienst en die moet dan toestemming geven tot splitsing. En daarna moeten ze weer splitsing vragen aan het ministerie van GBB. Ik zie, de enige oplossing is om nog een staatsbesluit te maken. Waarbij de categorieën die ik daarnet heb genoemd, in staat worden gesteld de volle eigendom te kopen. Voor dezelfde prijs als bij conversie nu, hè? Want het ligt niet aan die mensen. Dat is de oplossing. We zijn begonnen 14 november en we gaan door tot, in ieder geval tot 25 mei 2025. Wat er daarna gebeurt, weet ik niet. Maar wij gaan gewoon door. Men gaan via Facebook, men kan naar grondconversie@gov.sr. Of men kan even langslopen, Kerkplein nummer 8. De mensen in de districten die kunnen via de website of ze kunnen bellen naar grondconversie unit. Laat men op de website kijken. grondconversie@gov.sr. Daar staat ook het telefoonnummer. Maar bij de districten kan men ook naar het districtscommissariaat. Hè? In ieder geval Saramaka en Ikeri. U moet grondconversie, ik zie grondconversie als het eindpunt van het recht van grondhuur. Ja, je koopt of krijgt een recht van grondhuur. Soms verkoop je het weer, overdracht. En wanneer je converteert naar eigendom, dan bestaat er geen grondhuur meer. Dan ben je eigenaar van een eigendomsperceel. En dan heb je het ministerie van GBB nergens meer voor nodig. Bij een grondhuurperceel moet je voor overdracht toestemming vragen aan het ministerie. En dan kan je eeuwen wachten voor je antwoord krijgt, als je het wil verkopen. En als je overlijdt als grondhuurder en uw erfgenamen gaan niet binnen 18 maanden tot verdeling over en waarbij ze bepalen wie het grondtoerecht krijgt, vervalt het aan de staat vrij en onbezwaard. Dan ben je je grondtoerecht kwijt. Bij eigendom is dat niet het geval. Dus ik zie conversie, grondconversie, waarbij grondtoerechten omgezet worden als eigendom, een hulpmiddel voor de grondhuurder om nooit meer in aanraking te komen met het ministerie van GBB. Niet met de politie, met het ministerie van GBB. Ik kan niemand dwingen om gebruik te maken, maar waarvoor ik wel pleit, indien men toch denkt aan een vervolgstaatsbesluit, is om de oppervlakte te verruimen. Er wordt gesproken, ik heb in de assemblee zelfs 1 tot 5 hectare, maar redelijk lijkt mij tot 1,5 hectare. Nu, want dan gaan we langzaam. Nu is het 2500 vierkante meter, breng het uit naar 1,5 hectare en dan daarna, als het moet, naar grotere oppervlakte. Fa
Facri Rodriguez Pinheiro, de residerende ambassadeur van de Republiek Cuba voor Suriname, heeft zijn geloofsbrieven aan president Chandrika Prasad Santokhi overhandigd. Dit gebeurde op dinsdag 9 januari 2024 op het presidentieel paleis. De diplomaat zal zich inzetten om de relatie tussen Cuba en Suriname verder te versterken. Rodriguez Pinheiro volgt Igor Asque González op als de Cubaanse afgezant in Suriname. Exactly today we've presented our letter of credence to the president, His Excellency Santokhi. We assured him that we will be working hard to strengthen and further the relation between Cuba and Suriname, which is a historical relation of partnership and cooperation. And we are very wary of looking forward to identifying new areas where we can cooperate in both of the bettering of our peoples from Suriname and Cuba. Well, there are many areas in which Cuba can offer cooperation to Suriname, and Suriname also can offer cooperation to Cuba. I think areas like health, education, can be very essential, but we are open to see other areas that we can also cooperate and identify for future relationships. Nou, het is inderdaad zo dat ambassadeur Rodriguez in opvolging van de vorige ambassadeur al een tijdje in Suriname is, een maandje nu. En vandaag is dus het formele moment waarop hij zijn geloofsbrieven aan de president van de Republiek Suriname heeft overhandigd. Daardoor kan hij dus formeel ook verschillende activiteiten hier ontplooien. Nou, we zijn blij met een snelle invulling van de vacature, zeg maar, naadloos gaan. En de relatie tussen de Republiek Cuba en Suriname is historisch, een hele lange relatie. Ook in CARICOM-verband is die relatie bijzonder goed. Cuba is een CARICOM-land of een Caribisch land in de Caribische Zee. Maar historisch is met name ook vanwege de politieke ontwikkelingen de relaties tussen Caribische landen en Cuba enorm goed geweest. Veel inspiratie daar gehaald in termen van politieke strijd. En ook weerbaarheid die het Cubaanse volk heeft getoond. Ondertussen zien we in Suriname veel Cubanen ook komen hier en werkzaam zijn. Met name in de zogenaamde hospitality-industrie, dus hotel- en restaurantwezen. We hebben tekort aan krachten in verschillende sectoren. Dus het is wat dat betreft wordt het verwelkomd. We zien ook toch dat er regelmatige vluchten zijn naar Cuba. Suriname heeft mogen genieten, voordelen mogen trekken uit de expertise die Cuba heeft op het stuk van de medische voorzieningen. Doktoren die hier gewerkt hebben, verplegers en andere specialisten die hier hun diensten hebben gegeven aan Suriname, willen daar weer naar kijken. Zeker op locaties waar Surinaamse artsen niet komen om te kijken hoe we dus de medische dienstverlening voor de Surinaamse volk kunnen garanderen. Maar daarnaast ook op het stuk van handel, rijstexport, maar ook andere exporten, zijn we bezig om te kijken wat nog meer mogelijk is. Dus al met al een goede relatie, niet alleen politiek, diplomatiek, maar ook op het stuk van handel en op het stuk van functionele samenwerking, onderwijs. En de Cubaanse overheid heeft duidelijk aangegeven recentelijk tijdens het bezoek van president Santokhi aan Havana in het kader van de G77-ontmoeting, waar de Cubaanse president Canel Díaz voorzitter is op dit moment, heeft hij nadrukkelijk in bilaterale gesprekken aangegeven dat die samenwerking verbreed kan worden. En we gaan daar dus de komende tijd aan werken. Het ligt in de verwachting dat de president van Cuba hopelijk nog dit jaar een bezoek aan Suriname brengt. Dat zal een hoogtepunt zijn in de relatie. En ik denk dat het goed is voor beide landen om op dat niveau, op het hoogste politieke niveau, de relaties goed te organiseren en te bevestigen. Dus al met al, we zijn blij dat de Cubaanse ambassadeur nu actief zijn rol kan vervullen als diplomaat in Suriname. En wij zullen hem alle ondersteuning geven.
President Santokhi heeft, zoals hij eerder op de dag tijdens de regeringspersconferentie had aangekondigd, maandag een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de vakbeweging en het bedrijfsleven. Het betrof de voortzetting van het tripartiet overleg, waarbij ook de ministers Stanley Raghubarsingh en Reshma Kuldupsingh namens het clusterteam van ministers aanwezig waren. Partijen streven gezamenlijk naar een ideale en effectievere dialoog. Tijdens de ontmoeting op het kabinet van de president heeft president Santokhi een terugblik gedaan op de afgelopen 3 jaar waarin de doelen in het hervormingsplan bereikt moesten worden. Het was niet makkelijk, maar met goed overleg en dialoog zijn de diverse beleidsmaatregelen en doelen ter stabilisatie van de economie behaald. Aldus het staatshoofd. Hij zegt dat Suriname thans financieel, economisch er beter voor staat. Ook het vertrouwen in de regering is toegenomen, waardoor zij financiële steun krijgt van diverse instanties. President Santokhi geeft aan dat de beleidsmaatregelen dit jaar verder worden uitgevoerd. De vakbeweging, het bedrijfsleven en de regering hebben diverse voorstellen besproken om het tripartiet overleg beter en effectiever te doen functioneren. Verder is ook nagegaan welke agendapunten op de korte termijn haalbaar en realiseerbaar zijn. Minister Raghubarsingh zal samen met het beleids- en technische team de voorstellen uitwerken, zodanig dat partijen duurzame dialoog kunnen voeren. Beste kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.